Want we hebben hier gewoon een schilderij van de Piet Mondrian. Mohamed Boualia is de ontdekker van het schilderij. Hij zag het zitten tussen de inboedel die bij de kringloopwinkel werd binnengebracht. Ik ben gewoon zo blij, omdat ik heb iets moois gevonden en bijzonder dingen gevonden. En u dacht gelijk, dit is een echte? Ja, ik dacht zo gelijk. En dan heb ik gelijk gebracht naar boven, naar de veilingkamer. Ja, ik ben echt blij. Boualia haalde kunstkenner en veilingmeester Rob Mulders erbij. Ook hij is enthousiast. Toen ik het eerst zag, dacht ik, oh yes, dat is leuk, dat willen we wel hebben. Maar dan, ja, uit voorzichtigheid moet je dan toch een slag om de arm houden. Om de echtheid met zekerheid vast te stellen, duurt volgens hem jaren. Maar Mondriaan maakte rond 1900 volgens Mulders wel vergelijkbaar werk. Een zonnebloem die wat uitgedroogd is. Hè? En dit is gewoon wat hij in zijn jeugd gemaakt heeft, die beetje Haagse school. Dus het komt heel dicht in de buurt. En dan staat er de naam Mondriaan op en dan kom je in een moeilijke hoek terecht. Want dan moet je met experts in de slag of het wel of niet is. En daarom hebben we ook in de catalogus het nagevolger van. We houden een slag om de arm. Is die echt, ja, dan breekt het de slagveld los. Voor de kringloopwinkel klinkt dat als muziek in de oren. Op 25 februari wordt het schilderij geveild. Eurotekens in mijn ogen en blij en opgewonden. En ja, geweldig dat dit gebeurt. Echt spannend. We gaan gewoon 25, we hebben gewoon veiling. We gaan zo kijken wat het zo brengt. In het veilingboek staat nu nog 100 tot 200 euro voor de mogelijke Mondriaan. Maar stiekem dromen ze bij de kringloop van een opbrengst van 10.000 euro.